Dijkhoekkamp benen. Fischer. Bak. Hildering springt op. Oost. Een beetje plichtmatig allemaal, vind ik hoor. Wat Almere laat zien. Serranus probeert het nog een keer. Corner. Dat is tenminste wat. Fischer. Komt met Roon. Jeugd Feyenoord. Schop Almere. Toet kan er niet aan. Fijk net in de verzameld DVD komt van de scheidszetters, van meneer Van Egmond. Serruijts. De Wit. Fischer verdedigt goed vooruit. Dat is een belangrijke ingreep van die Fischer. In Apeldoorn. Oost. Mooi meegegeven. Meulens. Zetje. En corner. Fijk. Is de broer. Fischer op de borst. Fout. Kom je in het betaalde voetbal. Fischer. Godé. AGV. Speelt minder dan in de eerste helft. Nou dan. Nee, Fischer. Het was van Kappenberg. Oh, Kappenberg, rust. Weer Kappenberg. Vanwege zijn linker. Weer Fischer. Oost. Wil de Meulens inspelen. Evers. Fischer. De linker, daar staat hij voor. Fischer komt weg. Doet. Zane. Serrarens. Beekmans loopt zomaar door. Hens. Ayri Pinacci. Zonder dat hij controlerend moet spelen, want de jongen heeft heel veel aanvallende klassen. Godé ook trouwens. Nou, doe het zelf maar een keer. Godé.
Fischer. Ja, wie nu? Bedoeling is Baks. Getwijfeld zou hij hem graag op het hoofd hebben willen leggen van de spits. Te weinig gevoel in die voorzet. Fischer. Nieuwendaal voor Godet. Dissing boven Calabro. De Klos. Even zijn tussenstation. Baks laat zich zien. En AGOVV koestert het balbezit. Pienaartje. Dissing. Hard. Wil hem achterlang spelen bij Hevers. Dat lukt ook. Zo, dat is wat je noemt stevig ingrijpen. Maar de bal is de Dijkhuizen die er gelijk als een haas vandoor gaat. Fischer wint het van Bilater. Van Boksel ziet maar een oplossing. En Pellats uiteraard ook. Fischer wint het van Calabro en...